Waarom functioneert onze atmosfeer ook als vuilverbrander? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit is operatie Bakershot. En Bakershot is een explosie, of een atoombomexplosie, die op 25 juni 1946 plaatsvond in het Bikini-atol. En het was een belangrijke test waar de Amerikaanse marine wilde testen wat voor schade er ontstond als gevolg van dit soort grote atoombomexplosies. Nou, het is eigenlijk op de vooravond van de Koude Oorlog dat dit soort testen werden uitgevoerd. En met name de verschillende partijen die in de Koude Oorlog zaten, die probeerden tegen elkaar op te bieden om vooral te kijken hoe goed en hoe krachtig ze daarmee konden gaan. En sindsdien is er ook een internationale beweging actief geworden om eigenlijk dit soort atoombomtesten aanzienlijk te verminderen en uiteindelijk helemaal uit te bannen. En daarvoor is eigenlijk een internationale organisatie in het leven geroepen, de International Nuclear Test Ban Treaty Organization, om een heel mooi acroniem te hebben, die dit verdrag eigenlijk moet gaan handhaven om te zorgen dat dit soort testen niet meer worden uitgevoerd. En een van de manieren waarop zij dat willen gaan doen is door te gaan luisteren. En dat bedoel ik ook in de letterlijke zin van luisteren. Want bij dit soort grote explosies wordt er bij de explosie een knal natuurlijk gevormd, waarbij er infrageluid wordt gevormd. En infrageluid is een toonregister wat wij als mens niet kunnen horen met onze oren. Maar wat je wel heel makkelijk kan meten. En met name in de vorm van luchtdruk. En je kan je vergelijken dat de instrumenten die ze hiervoor gebruiken een heel erg klein beetje lijken op de barometers die jullie bijvoorbeeld in de tuin hebben hangen om te kijken wat het weer aan het doen is. Maar dat zijn barometers die een heel stuk nauwkeuriger zijn en die kunnen heel goed meten wat voor soort tonen, wat voor soort drukgolven er als het ware langskomen. En op zo'n manier zijn ze in staat om dus op allerlei verschillende plekken met de 60 stations die ze inmiddels hebben te luisteren naar de plekken waar dit soort dingen worden gevonden. Nou is het interessante dat omdat dat netwerk al een hele tijd actief is, dat er ook al voor een groot aantal jaren geluisterd wordt naar potentieel dit soort atoombomproeven. Maar in de afgelopen 13 jaar, sinds 2000... zijn de onderzoekers die hiermee gewerkt hebben eigenlijk erachter gekomen dat er veel meer explosies plaatsvonden dan dat ze verwacht hadden. Alleen dat bleken geen explosies te zijn van atoombomproeven, maar van andere objecten die in de atmosfeer van de aarde explodeerden. En ik heb hier een globe staan en op deze globe kunnen we heel goed zien waar de plekken van deze explosies te vinden zijn. We vinden eigenlijk op heel veel plekken waar hier de rode stipjes staan, vinden we plekken waar van die hele grote atoombomachtige explosies zijn geweest. En ze kwamen snel tot de ontdekking dat dit geen explosies waren van wapentuig, maar dat het brokstukken steen waren, planetoïden, die in de atmosfeer van de aarde explodeerden. Dit zijn brokstukken die groot genoeg zijn om in ieder geval een stuk krachtiger te zijn dan de atoombommen die bijvoorbeeld op Japan werden afgeworpen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En met name hier bijvoorbeeld op aan de bovenkant, boven Rusland, vinden we bijvoorbeeld de inslag of de grote explosie die in 2013 plaatsvond boven Sjeljabinsk, die 40 keer krachtiger was dan de atoombom van Hiroshima. Dus dit zijn behoorlijk grote events, behoorlijk grote dingen die er in de atmosfeer gebeuren. En het illustreert denk ik heel goed dat onze atmosfeer in staat is om ons te beschermen, om de aarde in ieder geval te beschermen tegen een heel groot gedeelte van het ruimtepuin wat op ramkoers met de aarde ligt. Natuurlijk zijn er heel veel kleine dingen die makkelijk verbranden, zoals bijvoorbeeld de vallende sterren die we zien, wat vaak zandkorreltjes zijn. De meteorieten die soms niet helemaal opbranden, maar formaat basketballen groter zijn. Maar dit zijn echt de grotere objecten die vaak wel vele meters tot tientallen meters in doorsnee zijn. Dus dit zijn echt de grote probleemgevallen. Maar zoals ik al zei, die atmosfeer is heel erg waardevol in die bescherming. En dat is misschien ook iets wat we heel erg goed kunnen benutten. Als we namelijk kijken naar onze eigen aarde en met name de omgeving tot ongeveer 2000 kilometer van de aarde, dan zien we dat daar eigenlijk een nieuw vervuilingsprobleem aan het ontstaan is. We kennen natuurlijk al de vervuiling van bijvoorbeeld onze oceanen met plastics, het volpompen van onze atmosfeer met broeikasgassen. Maar als we kijken naar onze atmosfeer of onze aarde, dan is eigenlijk tot een hoogte van ongeveer 2000 kilometer van het oppervlak, daar vinden we meer dan 300.000 objecten die groter zijn dan een centimeter. En in principe zijn het objecten dat als je daarmee in botsing komt, bijvoorbeeld met een ruimteveer, met een ruimtestation of met een satelliet, dat die groot genoeg zijn om schade aan een satelliet te veroorzaken die ook niet meer op te vangen zijn door de satelliet zelf. Dus dit is eigenlijk een heel groot probleem. En we zien ook dat er tegenwoordig steeds meer initiatieven zijn om dit probleem op te lossen. Dus om uiteindelijk in de toekomst satellieten te lanceren die misschien andere afgedankte satellieten kunnen pakken om ze uiteindelijk op een kamikaze-duik de atmosfeer van de aarde in te sturen, zodat ze opbranden als een soort kunstmatige vallende ster.
Maar het zijn ook allerlei andere plannen om dus met meerdere satellieten in tandem te vliegen. Om dus materiaal bij elkaar te rapen. Om zo het risico te verminderen van dit soort ruimtepuin. En die omgeving om de aarde een stukje schoner te maken dan wat het op dit moment is. Interessant genoeg hebben we die technologie eigenlijk al heel erg in huis. Want in de bemande ruimtevaart wordt er al lange tijd gebruik gemaakt van ruimtevrachtschepen. En ruimtevrachtschepen die worden onder meer benut om de astronauten die aan boord van een ruimtestation zitten te bevoorraden met allerlei experimenten, met voedsel, vers fruit. En de foto die we hier zien is van het ATV-ruimteschip. En ik heb hier ook een heel mooi model staan. En dit ATV-ruimteschip is eigenlijk het huzarenstukje van de Europese ruimtevaart. Het is een ruimtecapsule die in staat is om helemaal zelfstandig naar het International Space Station te vliegen. Met speciale lasersignalen, automatisch te koppelen aan het ruimtestation. En op zo'n manier met grote regelmaat het ruimtestation te bevoorraden. En met name het voorste gedeelte, dat is eigenlijk waar de cargo in zit. Dus waar alle experimenten, al het voedsel, water, brandstof in zit. En aan de achterkant, dat is de voortsturingsmodule waarmee die dus kan navigeren. En dit is zo'n succesvol systeem geweest dat uiteindelijk in de nieuwe generatie van bemande ruimtevaartcapsules die er ontwikkeld worden, de NASA-capsules zoals Orion, daar wordt dit stukje Europese technologie voor gebruikt om uiteindelijk astronauten voorbij de maan, Mars en misschien wel naar de planetoïdengordel te krijgen. Dus wat dat betreft een absoluut mooi stukje technologie waar ook Nederland een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Nou, dit soort ruimtecapsules die worden natuurlijk gebruikt om die astronauten te helpen, om die te bevoorraden. Maar ze zijn ook een heel belangrijk onderdeel van het ruimtevaartprogramma, omdat zodra ze leeg zijn, ze weer volgestouwd kunnen worden met alle apparatuur en alle restanten die niet meer nodig zijn aan boord van het ruimtestation. En op die manier kan je heel makkelijk een aantal tonnen van het materiaal van het ruimtestation heel makkelijk na een aantal maanden weer van het ruimtestation afvoeren. Er is natuurlijk geen vuilophaaldienst in de ruimte, dus je kan heel makkelijk dit soort ruimteschepen gebruiken om dat afval weer terug richting de aarde te sturen. En dat is vaak een heel erg gebruikelijk protocol. Dus deze ruimtevrachtschepen worden afgeladen. Daar zit op een gegeven moment een paar ton in. Dat wordt uiteindelijk in een kamikaze-duik de atmosfeer ingeschoten. En uiteindelijk boven de zuidelijke Pacific. Daar verbranden dan dit soort ruimteschepen zonder enig probleem voor mensen op de grond. En zijn we uiteindelijk van dat vuil af. Maar het is natuurlijk wel interessant, want dit zijn hele grote ruimteschepen. En de natuurkunde van hoe dit soort ruimteschepen verbranden in de atmosfeer, dat is iets wat we nog steeds aan het begrijpen zijn. En daar wordt dus ook speciaal onderzoek naar gedaan door internationale teams. En we hebben een prachtige video vanuit 2008, toen het eerste ruimtevrachtschip verbrandde in de atmosfeer van de aarde. Toen zaten een aantal collega's van mij van de TU Eindhoven ook op de vlucht. En wat we hier eigenlijk zien is hoe dat ruimteschip in de atmosfeer van de aarde verbrandt en uiteindelijk explodeert en uit elkaar spat. En als een soort kunstmatige vallende ster hier door de ruimte heen of door de atmosfeer heen vliegt. Nou, het was de bedoeling dat ik zelf ook nu met de laatste AT5, want er zijn 5 van dit soort ruimtecapsules zijn gebouwd, van dit soort ruimtevrachtschepen, dat met de laatste AT5 ik ook aan boord van zo'n waarnemvlucht zou gaan zitten om dit fenomeen te gaan waarnemen. En vooral wat nieuwe technieken te gaan testen, hoe we dit soort ruimteschepen veilig de atmosfeer van de aarde in kunnen loodsen. Het grote probleem is natuurlijk alleen, we hebben altijd te maken met techniek. En techniek kan ook wel eens kapot gaan. En in het geval van de ATV-5 was dat ook het probleem. Want er was een storing opgetreden in een van de stroomkringen, waardoor het niet meer veilig was om het beoogde vluchtplan uit te voeren. En zodoende werd onze hele waarnemvlucht, waarbij we met ongeveer 30 mensen in een vliegtuig boven de Pacific vanaf Tahiti naar het afgelegen gedeelte zouden vliegen om uit het raam te turen naar deze kunstmatige vallende ster. Die missie werd afgeblazen. Om uiteindelijk op een ander moment weer te gaan kijken naar wat voor soort onderzoek we daar kunnen doen. Nou, dit was natuurlijk ontzettend jammer, want die missie zelf waarbij we vanuit Amerika via Tahiti naar een heel erg afgelegen stuk stille Zuidzee vliegen in het midden van de nacht, waarbij we eigenlijk geen enkele ziel om ons heen vinden, zowel niet beneden, maar ook niet boven ons. Dat is natuurlijk een fantastische missie geweest om naar dit soort fenomenen te kijken. Maar dat neemt niet weg dat we toch iets hebben kunnen meekrijgen. Want uiteindelijk is die ATV-5 eerder losgekoppeld. En dankzij wat oplettende astronauten hebben ze uiteindelijk boven de Pacific overdag het rookpluimpje gezien. Waar dit vrachtschip uiteindelijk verbrand is. Weliswaar vlogen wij daar niet op dat moment. Maar konden zij wel dat hele mooie fenomeen van bovenaf in ieder geval fotograferen.
En voor mij zat er helaas niks anders op dan vanuit Amsterdam, heel toepasselijk op Valentijnsavond, te kijken naar de verbranding, of eigenlijk naar de overkomst van deze twee objecten. Dus een foto die ik gemaakt heb vanuit Amsterdam, waarbij we de verschillende sterrenbeelden zien. En de twee horizontale streepjes waar ATV-5 en ISS bij staan, dat zijn dus het International Space Station en het laatste ruimtevrachtschip van Europa wat daar meevliegt in tandem. En dit is ook een van de laatste foto's van de ATV-5 die ooit gemaakt is. Op dat moment was die boven Europa heel goed zichtbaar en zijn nog een aantal foto's gemaakt. Maar dit ruimteschip is in ieder geval niet meer iets wat wij snel aan de hemel kunnen zien. Nou, voor ons is in ieder geval dat onderzoek nog lang niet afgelopen. Want ondanks dat dit ruimteschip al lang verbrand is, zijn we nog steeds geïnteresseerd in de natuurkunde van dit soort re-entries, van dit soort ruimteschepen die verbranden in onze atmosfeer. En dat heeft alles mee te maken dat wij namelijk boven ons nog een heel bijzonder object hebben hangen. Want het International Space Station is een ruimtestation, een kunstmatig object wat gemaakt is, wat veruit het grootste is wat we ooit als mens de ruimte in hebben gelanceerd. Je kan hem vandaag de dag ook heel mooi zien als je bijvoorbeeld in Amsterdam naar buiten toe gaat. Dan kan je daar zeker in een helder avondje gewoon vanuit de binnenstad van Amsterdam dat International Space Station zien overkomen. Het is een sterretje wat zo fel is dat je eigenlijk denkt van hé, dat is een vliegtuig, maar hij beweegt veel te snel daarvoor en ook vaak in een veel te karakteristieke baan zonder knipperende rode en groene lampjes. Absoluut de moeite waard om een keer te proberen als het een helder avond is om hem te spotten. Maar goed, dat International Space Station waar ik het over had, is uiteindelijk ook een object wat eindig is. Dat moet op een gegeven moment ook buiten gebruik gesteld worden. En de plannen die we daarvoor hebben, die zijn heel vergelijkbaar met wat we tot nu toe gedaan hebben met die kunstmatige verbrandingen als van dit soort ruimtevrachtschepen. Uiteindelijk zal het International Space Station, dat zal net als die vrachtschepen de atmosfeer van de aarde ingevlogen worden, om op zo'n manier afgezonken te worden naar de oceaan van de Pacific. Maar we willen natuurlijk wel begrijpen, omdat dit een gigantisch groot ruimtestation is, hoe we dat op een veilige manier kunnen doen. Want je ziet, zo'n ruimtestation bestaat uit allerlei modules. Er zitten zonnepanelen aan, er zitten allerlei elementen aan die moeten verbranden in de atmosfeer. Omdat als ze niet verbranden, een potentieel risico kunnen zijn voor de grond. Kortom, hoe doen we dit goed en hoe kunnen we daar eigenlijk zo optimale strategieën voor ontwikkelen? En dat is ook de vraagstelling waarbij we dus aan boord van dat soort vliegtuigen vaak op allerlei afgelegen plekken willen kijken naar het verbranden van dit soort ruimteschepen boven de Pacific. Nou, heb ik hier laten zien dat onze atmosfeer eigenlijk een heel erg geschikt verdedigingsschild is tussen hele grote objecten die op aarde afkomen. We hebben het gezien dat er heel veel van dat soort inslagen zijn die veilig worden afgevangen door onze atmosfeer. Maar diezelfde atmosfeer kunnen we ook weer gebruiken in ons voordeel door uiteindelijk ruimtepuin daar op een hele veilige en normale, gezonde manier in te verbranden. Er is alleen één planeet in ons zonnestelsel waar dat een heel stuk moeilijker is en dat is de planeet Mars. Een hele ijle atmosfeer. En dat betekent dat daar in ieder geval minder bescherming is voor dit soort ruimtepuin dan hier op aarde. En of je daar dus kan leven als mens, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En daar ga ik in het volgende college wat meer over vertellen.